Ik heb nog nooit zoveel mails, tweets, whatever it is, gehad over uh, één game. En dan met name de vraag, kunnen jullie alsjeblieft nog een item maken over Elden Ring met Steven en Skater in. Nu ze waarschijnlijk misschien al de game hebben uitgespeeld. Um, het is bizar. Het is een, een onverwachte uh, 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 hype gewoon geworden. Onverwacht? Ja, ik vind dit onverwacht. Ik bedoel niet qua kwaliteit, maar uh, het it, it is de game van het jaar. Iedereen heeft het erover. Ook mensen die hiervoor het ja. nooit over die game hadden. Dat wel, dat wel. Ik zie ook heel veel mensen uh, sneuvelen erop, die het omdat ze het waarschijnlijk opeens op school of van vrienden hebben gehoord zijn gaan proberen en dan erachter komen dat dat. Iets anders is dan wat ze normaal misschien gewend zijn. Oh ja. Yeah. Uh, maar wel heel positief. Maar in ieder geval heel veel vraag van. Uh, want tijdens de review, het is een enorme game. Uh, waar je natuurlijk nog niet helemaal tot aan het eindje. En mijn vraag aan jullie, mijn eerste vraag is dus: Hebben jullie het eind bereikt? Of is er überhaupt wel een einde aan deze game? Ja, het eind is bereikt. Het eind is bereikt. En bij jou ook. Uh, in, niet in de zin van dat ik klaar ben. Want ik ben nog steeds aan het spelen. Ja. Maar ik heb hem wel meerdere keren uitgespeeld. Ik vind het interessant. Wat, 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 wat beschouw je dan als het eind, zonder te spoilen? Is er een, een eindbaas of een bepaald iets wat je doet en dan dat sowieso? Ja. En dan komen ook credits. Ja, als je ervoor kiest, wel. Je kan dus wachten. Ja. Maar je kan inderdaad, als je de eindbaas hebt verslagen, kan je ook zeggen van, oké, okay, dat was hem. Dat was hem. En uh, uh, of ik hou me safe en ik wandel af en toe nog een stukje in de wereld, of ik begin aan een uh, new journey en mm -hmm. dan ga je naar New Game Plus. En dan is alles moeilijker en dan kan je uh, nog een keer spelen. Je kan uh, met je character uh, een compleet andere beeld doen, want je kan respecken. Dus je kan je, uh, je punten, je level uh, punten kun je verdelen opnieuw. Um, het heeft ook nog voordelen, want je krijgt uh, dubbele items van bepaalde wapens, bijvoorbeeld waar je er maar eentje per playthrough van kan krijgen. Ja. Kan je ze dual wielden. Um, dus ja, alleen al met de, de variety is er voor mij meer dan genoeg incentive om een paar keer dit rondje te doen. Oké, okay. ik ben nog niet daar. Nee, nee ik, ik hoorde je net met Steven al van of je het mentaal wel aan kan om die keuze nog een keer te maken. Ja, er zijn meerdere redenen voor Een immense backlog, die, uh, Zeker? die is opgebouwd mede dankzij Elden Ring. En ook volledig ondergeschikt is aan Elden Ring. Dus eigenlijk ja. weet je, uh, ja. Maar daar komen we zo op, want dat, dat vind ik ook leuk. De postnatale Elden Ring depressie die ik om me heen zie. Um, maar, die, 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 kijk, het ding is dat, uh, nou, laat ik de vraag anders stellen. Hoe lang duurt het vanaf het begin tot aan dat laatste moment? En dan heb ik het niet over die speedrunners die hem in fucking ja. 10 minuten doen. Normaal, een normale weg zoeken door het verhaal naar ja. het eind. Hoe lang ben je dan bezig? ik heb de meeste mensen die dat uh, op die manier hebben gedaan, mm -hmm. uh, dan zou ik zeggen zo om en nabij de 80 uur, Top. maar dan heb je een heleboel laten liggen. Ik ja. vind uh, 80, 80 uur, had, tot okay. 100 uur, dan wow. heb je gewoon uh, ja de game uitgespeeld, um, maar wat ik al zeg, dan heb je meer dan de helft van de game nog gemist. Mm -hmm. Ik heb uh, mijn eerste playthrough ongeveer op 220 uur gezet, en dat was echt <tie> zeg maar mijn completionist run. Dus yeah. daar zat heel veel tijd bij van gewoon rondrijden, kijken van wat er zit er in dat hoekje. En het is echt absurd dat ik gewoon bijvoorbeeld in mijn derde playthrough nog steeds een keer een, een dungeon, een catacomb, een dingetje tegenkwam die ik had gemist. Okay. Um, maar omdat, da, da, daar hadden we het heel kort over, Toen zei ik al, uh, voordat de camera aanstond, van we bewaren hem even. Want Skate zei van ja, ik, ik kijk een beetje op tegen die New Game Plus om er weer doorheen te gaan. Maar uh, mijn eerste uh, playthrough was 220 uur. Mijn tweede, waarin ik ook weer alles ben gaan doen, ja, ik heb ik volgens mij 70 uh, uur gedaan. Uh, Dat 60 is nog 70 veel. Uur. Ja, nee, maar weer completionist. Hè? Dus ja, weer gewoon okay. alles. Weet je, ik, ik, ik kan ook in 20, 30 uur erdoorheen en gewoon alleen uh, de, de main bosses doen. Um, ik weet niet wat ik, hoe ik dat speedrun zou kunnen doen, want dat vind ik zonde. Want je hebt ook die items om je wapens te upgraden. Je krijgt er mm -hmm. x aantal van per run. Dus ja, weet je, dat, dat soort dingen laat ik niet liggen. En dit, wat ik zeg, ik vind het veel te leuk uh, om iedere keer weer alles te doen. Want. Die wereld nodigt gewoon uit tot, ja. tot exploration. Dat is ja. het hele ding. Maar meer dan uh, bij een Bloodborne of een Dark Souls of een Sekiro merk ik dat deze game. Ik mij dusdanig het. intimideert. Maar ik, ik, ik om het, weer het valt opnieuw mee. Helemaal het, in te het viel schappen. me zo mee, want ik had hetzelfde voordat ik begon. Want mm. ik, ik zat naar mijn map te kijken en ik had zoiets van: fuck, alles heb ik open. Want ik had dus echt alles gedaan. Ja. En um, kijk, je, je Sites of Grace zijn weg. Maar de map blijft helemaal unlocked. Oh dat is mm -hmm. wel absoluut. Okay. Um, en het, weet je, 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 je sterkste wapen is je voorkennis. Gewoon het feit dat je precies weet hoe, wat of waar. Uh, zeker als je ervoor kiest om bijvoorbeeld niet meer door te levelen, dan heb je ook niet de incentive om weet je, super zorgvuldig door iedere dungeon te gaan. Mm -hmm. um, er zijn best wel wat stukken in alle From Software games waar je gewoon langs best wel wat fijner kan rennen als je, als je dat wilt. Dus die tweede keer kan echt super snel gaan. En ja. ik, ik, het viel mij echt zo mee, want je weet gewoon, pap, pap, daar is de dat, daar zit dat. Je weet, weet je, er, er, er is geen onbekende meer. Dus je, uh, je weet precies waar de site of grace is. Als je een nieuw gebied binnenkomt lopen, uh, je weet meteen wat je moet doen. Het gaat zoveel makkelijker. Nee, dus die... En, en wat ik zeg, weet je... En, en, heb je hoe heb jij de eerste, uh, eerste keer gespeeld? Wat was je build? Mijn build was... Je hebt een uh, dexterity, build, nou. dexterity intelligence uh, ja. build. Dus uh, toen heb ik daarbij... Uh, welk zwaard was het ook weer? Het, het intelligence... Moonveil. Uh, de moonveil heb ik gebruikt. Awesome. Tot ik op een gegeven moment uh, tegen de muur aanliep. Maar had je echt... Dan had je meer uh, intellect dan dexterity, of niet? Nee, dat was ongeveer om het even. 50, okay. 50 zo'n beetje. Okay. Maar ik, ik liep tegen een muur genaamd uh, Malenia. En dat was uh, een paar keer kantje boord, maar vooral veel frustrerend. Drie avonden lang. En toen hebben, heb ik een beetje een soort van peer pressure. Want de mensen in mijn chat, die zeiden van jongen, doe maak nou gewoon een bleedbeeld. Ga naar Respect en maak een bleedbeeld. Uh, Op zich je... had je al Moonville. Ja. En iedere katana heeft bleed, dus je had al... Maar het was niet genoeg. Nee? Ook niet met de mimic uh, summon? Nee. <laughs> oké. Okay. En ik... ik Elden boost... Ring, taal voor gevorderden ook. Ja, maar goed, dat gaat door. Don't know they know. Ik ben er wel. even niet. Dus nee, nee oké. Okay, maar, maar ik wil jullie ook vooral in het gesprek laten. Ik ging echt uh, respecken, full on bleed build en ja. drie tries en het was gedaan. Ja. Uh, vanwege de, 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 de stun, zeg maar, met de bleed als het ware. Het schildert... Rivers zo, of blood zeker. The rivers of blood, uiteraard. Ja. En het voelde een beetje... Ik voelde me een beetje... Ja, cheated wil ik niet zeggen, maar het voelde een beetje alsof ik aan het cheaten was daarmee. Want to dat het opeens zo makkelijk kon zijn. Maar dat, dat, ja, dat is rock, paper, scissors. Ja, weet je? En, en heel veel bosses hebben een weakness. En um, ja, dit was specifiek een weakness van Malenia. En ik, ik heb uh, de eerste. Het ja, restant van de game vervolgens heb ik betrekkelijk snel daardoor uh, kunnen uh, uitspelen, wel hoor. Ja is er, is er ik bedoel, voor de mensen die, die, die dit bekijken en nog steeds zitten: van, ja, Ga ik nou wel? Ga ik nou niet doen? Ik hoor er een beetje bij. Is er nu ook een bepaald type character met, met ja, beeld, die, die eigenlijk het meest geschikt is voor iemand die zegt: van ik ben niet super goed, maar ik zou het wel graag willen proberen. Absoluut, je kan de ja. game zoveel makkelijker maken als je wilt. Doe hem, um, um, nou ja, kijk, die wereld is helemaal open, dus je, je, je bent ook vrij om uh, bepaalde stukken te skippen. Mm -hmm. En ja, er zijn een paar dingen die je heel makkelijk kan doen. Ik heb bijvoorbeeld ook een, uh, een uh, tweede karakter gemaakt, mm -hmm. acties. Ja, ja, ik ga gewoon knallen want ik weet precies waar alles ligt. Um, dus je kan uh, een paar hele sterke uh, items pakken. Uh, weet je, uh, Redigan Source Seal is een hele goede, uh, uh, dat is een, uh, een talisman, uh, krijg je op vier. Uh, stats krijg je plus 5, dat is eigenlijk 20 levels erbij voor het stukje waar je die pakt. Staat een hele grote draak mm -hmm. um, die kan je eigenlijk met je level 10 character of zo 20 character niet echt makkelijk maken. Maar als je een wapen hebt, die is gevoelig voor bleed. Ga je naar buiten, ga je in een hoekje staan. Ga je, weet ik, veel 10 minuten staan hakken. Heb je zoveel uh, runes erbij? Nou, dan ben je level 50, 60. Uh, je hebt een paar churches waar je naartoe kan gaan voor een item, dan heb je extra flasks, dus je hebt meer heels. Mm -hmm. Als je dan aan de game begint, dit, dit is een rondje van een uurtje, dan is je character supersterk. sterk okay. en dat verandert de game volledig. Ja. En, en, en tegen en dat, de... dat rondje vind je trouwens gewoon op een YouTube-snap. Uh, ja, nee, nee, snap ik, ja, ja. dan heb je ook like, nog eens een keer, of... als jij uh, dan even kijkt nou, uh, ik wil deze beeld, dit wapen, uh, de upgrade materials voor stap 1 tot en met 9. Kun je ook als je heel... Ik, ik, ik raad het je niet aan, want omdat je op die manier ook... Um, uh, een, een soort van onnatuurlijke progressie door de wereld hebt. Mm -hmm. En het organisch ontdekken is de mooiste reis. Snap um, ik. Maar goed, weet je, als je er echt niet uh, uitkomt, zijn uh, bijvoorbeeld alleen al die draak mm -hmm. uh, voor die paar levels, want die zit super dichtbij. Die zit, uh, het is bijna alsof ze ook weten wat ze hebben gedaan, want ja. die zit naast het eerste gebied en daar kan je zo naartoe rijden. En dan fok je nog niet je hele flow op. Maar wat ik zeg, als je echt die upgrade materials met een lijstje, zo van, uh, weet je. Ik heb die tellers me niet, waar zit die draak? Uh, Volgens mij hoor. Ja, er zit daar zo'n uh, uh, fort naast. Um, en met de benedenste verdieping is donker. Er zitten allemaal van die beds. Mm -hmm. En dan kan je naar boven uh, via een toren. En dan als je daarboven op het dak bent, uh, daar spawnen van die ghosts. Uh, die ghost knights. En dan kan je daar naar beneden vallen. En dan kom je op een vlonder. En dan kan je om een randje springen. Zo'n grote rad. Ja, je moet het maar weten. Ja, nee, nou, ja, dat vind ik sowieso fascinerend... hoe mensen al met die game aan de slag gaan... en, en, en filmpjes maken en elkaar helpen. Da dat is het te... ding, hè. Dit, ja. dit, dit, en daarom denk ik, wat jij ook zei... dat is wel absoluut wat er nu is gebeurd. Dat heeft heel veel nieuwe zieltjes gewonnen. Net zoals iedere nieuwe From Software dat, dat doet. Er zijn ja. iedere nieuwe From Software games... Er gaan heel veel mensen die het voor het eerst ontdekken... en echt zoiets Zeker? hebben van, wow. Weet je, waar is deze shit geweest mijn hele leven? Want... De, de, niets anders heeft zo'n grote wereld met zoveel geheimen, zoveel uit te, te pluizen. Ja. En voor sommige mensen is dat te veel en is dat niet hun ding. Ja. Maar er zijn zoveel gamers die eigenlijk merken van... ik vind dit geweldig, maar ik heb dit nooit meegemaakt. Want nee. alle andere games zijn te makkelijk. En, en, en weet je, er is zoveel shit geweest ook... Uh, ik, ik heb daar iedere keer wel van genoten. Dat er, uh, er zijn best wel veel game developers die zich hebben uitgesproken Wil ik het ook over, over, over ja. Elden Ring. En... Ja, Dan he, waar het ook even, want daar gaan, we, daar gaan we het zo nog even over hebben. Um, het, het enige wat ik nog van. Het, ik hoorde veel over de katana, dat die dat het ook een, een aanrader is als je dus inderdaad uh, uh, begint. Ja, ja, dat is wat Skate wat, wat, wat al een beetje zei. Je ik ben hebt... in het voor de Samurai gegaan... en uiteindelijk heb ik er nog een tweede katana bij gevonden... waardoor ik kon dual uh, wielden, zeg maar. Oh, Gewoon okay. uh, twee katanas kon gebruiken... met ook wel extra effects door, en, en, erop en dergelijke... om het allemaal nog wat weer, mm -hmm. nog wat sterker te maken... en combinaties die je kunt maken met... Hoe heette die ding? Oh, de... de... Wat kun je ook weer op die zwaarder Ashes of War. Oorgen? Ashes of War, inderdaad. De, 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 de mogelijkheden zijn legio. Ja. Uh, maar maar. Er, is, er is, weet je, uh, kijk, een, een pure magic build is uh, uh, eigenlijk pas later in de game dat het echt heel sterk wordt. Um, ook al is het aan de ene kant makkelijk om op afstand vijanden te kunnen nuken. Mm -hmm. Maar ik vind het niet de... de, de de, de grote aanrader voor iemand die echt voor het eerst in zo'n game stapt. Ja. Ook omdat het schakelen tussen spels een beetje klunkje kan zijn. En je, je leert de game ook niet goed spelen. Dus ik zou wel altijd melee doen. En dan heb je inderdaad gewoon grote strength weapons of dexterity. Uh, je kan er een schild bij gebruiken. En ja. als je dan zorgt dat je een beetje support uh, incantations kunt gebruiken voor wat buffs. Ja, weet je, dat is eigenlijk gewoon de beste manier om de game te leren kennen. Is, is bewegen. Is dat belangrijk in de zin van uh, hoe zwaarder je character is? Dat weet ik nog wel van, van, van Bloodborne, des te logger je rolt. Weet je? Dat ja, je, weer... moet, je moet. Niemand wil die fat roll hebben, want dan okay. uh, je moet je gewicht altijd in de gaten houden. Absoluut. Ah, okay. um, klopt het een beetje? Kijk, ik bedoel, games van From Software zijn altijd, uh, hebben altijd een. Ik noem het uitdaging. Die, die zijn pittig, weet je wel. Maar ik heb wel het gevoel dat ze hebben getracht om niet alleen de diehard um, uh, From Software-fan. Tegemoet komen, want die kan gewoon zijn eigen route zoeken, precies de beelds maken. Als het wat, wat te makkelijk is, dan doet hij het niet, precies wat jij het doet, maar toch ook de mogelijkheid te geven aan een nieuwe groep gamers die misschien snel geïntimideerd is om, uh, om dit avontuur ook aan te gaan. Bijvoorbeeld, je kan voorbij dingen lopen. Weet je wel, dat was bij Bloodborne wel wat lastig, moeilijk hoor, ook... want ze blijven, hier ja, gewoon... blijven hier volgen. Jeze, oh, je volgen. vol chase. En je hebt jezelf ermee, want ja, wat ga je doen? Ga je het makkelijke gebied skippen? En door naar het moeilijke gebied, gebied zonder te hebben geleveld en ja. alle goede items uit dat eerste gebied. Maar, maar zo'n draak, is dat dan niet dat ze dat uh, gaan, gaan patchen? Of nee, is dat nee, misschien nee. juist zo van? Hé, hey, maar stel nou, kijk, je kan het puur doen, puritains gewoon uh, met je ballen uh, bloot. Of nee. als je een klein hulpje wil gebruiken, absoluut. In plaats van een makkelijker mode of whatever, dat doen ze niet. Want dat vind ik het knapper aan. En ik denk dat dat ook helpt, dat steeds meer mensen zich toch wel aangetrokken voelen. Om die stap naar uitdagende gameplay te pakken. Misschien ook als een antwoord op dat al die free-to-play shit allemaal veel te makkelijk is of competitive. Uh, ze willen het avontuur aangaan, ze willen uitgedaagd worden. Maar de stap is net ietsje gladder gemaakt of zo. Uh, dat niet alleen. Maar ze hebben ook in de patches die volgden. De meest recente patch bijvoorbeeld ook, hebben ze. Het zijn maar kleine dingetjes. Maar uh, in de laadschermen bijvoorbeeld mm -hmm. ook nog wat uh, extra tips toegevoegd. Zelfs bijvoorbeeld uh, helemaal aan het begin de soort van veredelde tutorial... dat je naar beneden moet springen... en dan krijg je een soort tutorial... die altijd in elke From Software game zit. Dat, dat was bij veel mensen blijkbaar niet bekend. Hebben ze dus... De accessibility als het ware vergroot okay. door een laadscherm toe te voegen, met hé, hey, daar kun je naar beneden en dan kun je het een en ander opsteken van, uh, van de basics van de game. Ja. Dus dat soort dingen maken de game allemaal net iets toegankelijker. Voor mij hoeft dat niet per se en voor Steven waarschijnlijk ook niet, maar het is logisch, want we zijn natuurlijk doorgewinterde from software spelers. Maar de overige 5, 6 miljoen van die 12 die nog nooit eerder een from software game hebben aangeraakt, ja. Ja, die hebben er absoluut wel baat bij om dat soort uh, dingen aangereikt. Want hij is nu 12 miljoen keer verkocht? Zoiets, 12 miljoen toch? Uh, althans, dat was inmiddels een, ja ja, een maand geleden. Het dus het al een stuk meer was. Het dan. zal nu, ja. dus misschien nu 15 miljoen zijn of zo. Nou. Geen idee. Insane. Um... Is, de, de, deze game heeft ook echt wel uh, wat teweeg gebracht bij gamers, maar ook binnen de industrie. Ja, en ja, ja. daar kwamen we net op. Uh, um, uh, het, het zat natuurlijk bijvoorbeeld gelijk tijd met een Horizon Forbidden West. Um, en From Software doet altijd, zoals vaak Aziatische games, dingen anders. Misschien wat, wat klunkier. Wat, de, en we hebben het over de user interface. Dat, ja, dat, 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 dat ben ik dus niet met je eens. Nee, niet... oké, okay, prima. Um, zij hebben dat gedaan op hun manier. De um, game is vele malen commercieel succesvoller dan hun voorgangers. Um, Horizon voor binnenwesten, ik heb geen cijfers gezien, maar als die waanzinnig waren geweest, hadden we het wel gehoord. Ze worden natuurlijk ook tegengehouden door de Playstation 5 uh, aan, aanwezigheid. Maar dan zie je in één keer uh, de mensen van Ubisoft, je zag mensen van Guerrilla van, uh, oh nou, uh, ze krijgen, we krijgen overal negens en tienen, maar die UA die is, die is voorkomen kut, nou lekker dan, weet je wel. Ik bedoel, ja, wat is jullie reactie daarop? Mensen waren echt, ik heb dat nog zelden gezien, dat developers elkaar afvallen. Over hun werk. Dat is echt redelijk uniek. Ja, omdat ze het niet snapten. Uh, of in, ja. in sommige gevallen misschien echt zoiets hadden van... ja, maar dit, dit, dan krijgen wij kritiek op dit. En die ja. krijgt uh, unaniem een tien. Um, maar ja, weet je, de, de, de logische reactie zou zijn van... hey, de gamespers die als beroep heeft de kwaliteit mm -hmm. van games inschatten... zijn unaniem, tenminste unaniem, nagenoeg unaniem... Uh, zo enthousiast over deze game dat hij alleen maar tienen krijgt... Ja, weet je, misschien zit er meer naar kijken. En is het niet zo van, zij, zij ze, ze kijken allemaal door slechte dingen heen. Misschien zijn de dingen die, die jij denkt dat slecht is aan de game, ja. helemaal niet slecht. Want uh, ik, 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 ik zag ook een, uh, volgens mij zei ik dat al een keer, ze hadden zo'n plaatje gemaakt van hoe Elden Ring eruit zou zien als Ubisoft hem had gemaakt. Ja, ja, ja. Met je tarnished sense, die, weet je, een lijn naar elke objective en een minimap vol met quest markers en vraagtekens en hier moet je zijn en hier. Ja. En weet je, de, de, de UI... Je hebt geen quest log, en je hebt niet al die markers, en je hebt, je hebt geen uh, lijn die je naar je volgende doel leidt. En dat is by design. Weet je, want de game design en de wereld design is zo goed, mm -hmm. dat het is gemaakt om, om zelf te gaan ontdekken. Nee. En het, het, weet je, dat, dat zei ik ook een keer, de secret zones hebben secret zones, en die hebben secret zones. En sommige van die gebieden zijn de mooiste, meest grote, best ontwikkelde gebieden van de hele game. Ja. En die verstoppen ze achter zoveel gates omdat ze weten, mensen gaan het toch wel vinden. En, en een normale developer die, die zou dat niet durven. Want weet je, het is, ja, ja, het is ja. een pareltje. Dus ja. Ja, daar, daar, daar word je aan de hand langsgeleid. Want dat ja. moet je zien. Of dat en, gamers misschien gaan moppen. Van, ja, maar het, want bijvoorbeeld, grappig was dat Simon, uh, uh, hier ook ooit de presentator... dat is ook een groot From Software fan... die zei van, ik, ik snap waarom het 9 centine krijgt... maar ja, ik vind het vervelend dat ik niet wat meer aan de hand word genomen... door de wereld heen. Ik moet nu, <coughs> ik moet nu alles zelf gaan zoeken... Um, zijn we dat ook gewoon niet meer gewend? Want je hebt ook wel gelijk. Ik bedoel, ik ben een gemakzuchtige gamer. Dus ik vind het altijd wel fijn dat ik precies weet waar ik naartoe moet. Maar aan de andere kant, het echte exploreren, het verbazen, het verwonderen van, ja. oh, ik heb wat gevonden, weet je wel, dat, dat is volledig weg uit games. En, Absoluut. in één keer hebben ze dat weer teruggebracht. En ik denk dat dat misschien wel een van de redenen is waarom dit zo enorm aanslaat. Is die, die ja, alsof je het, je hebt echt het idee, ik heb het ontdekt. Absoluut. Het is mijn reis en ik steeds heb... weer, hoor. Ja. Overigens moet ik wel zeggen over die UI. Ik bedoel, tot een bepaalde hoogte kan ik wel meegaan in de kritiek, hoor. Want er zijn ook een aantal dingen, gewoon um, hele basale dingen. Ik weet, nog, volgens mij was het op de touchpad of op, uh, op een select button. Normaal gesproken dan, dan ga je naar een soort pauze menu en druk mm -hmm. je dan nog een keer op, dan ga je eruit. Nu was het zo dat ik, als ik een tweede keer die knop indrukte, dat er weer een extra minuutje tevoorschijn kwam en dat haalde een beetje de pacing uit, mijn, uit de game en het frustreerde ook af en toe. Ik weet even niet meer welke uh, toets het was, maar het was niet logisch en zo. In dat opzicht begrijp ik de kritiek op de UI wel. Ja, maar dat is niet echt de kritiek op de UI, hè? In de zin van, ah, oh, ja. volgens mij, wat ik zeg, de meeste developers hadden het echt over, um, ja, weet je, dat de game zo weinig UI heeft. Je hebt geen quest log, je hebt geen quest markers. Ja, oké. Okay. Er is nul. Ja, dus heb ik ook, Het is ja. wat meer op, 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 op macro schaal naar de game kijkend. Ja. Uh, ze ze bedoelden niet. Ja, in dat minuutje werkte dat knopje niet goed. Maar echt gewoon dat dit niet klopt. En het enige, en dat heb ik wel vaker gezegd. Ik, weet je, daarom vind ik een, uh, een, 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 een magic beeld altijd leuk, maar um, ja, vind ik wel een de basis van de game, mm -hmm. het schakelen tussen je verschillende spels... zeker omdat je uiteindelijk tien uh, memory slots hebt voor tien spels. Uh, nou ja, je hebt er een paar die gebruiken meer slots. Zeg dat je misschien zeven spels als een pure mage uh, hebt. Het schakelen met je d-pad daartussen is clunky. En er ja. zijn met een, een quick select zijn er betere systemen te bedenken. Dus dat is, dat is vind ik, een klunky element... Maar waar veel van de kritiek van developers op was. zeg maar gewoon wat je nu in beeld ziet. de balkjes. en wat er aan visuele cues is. waar je naartoe moet. en ja. questlock en markers, et cetera. Ja, dat, dat vind ik geen slecht game design. Dat is, is juist goed game design. dat je dat niet nodig hebt. Is dit, is dit ook. Want, want kijk, als je het hebt over het zakelijke kant, die industrie is, is de laatste jaren heel erg bezig met mainstream gamers. Mainstream, grote, grote, grote. En, en die, die heeft dus het idee dat die groep gamers uh, niet zit te wachten op al te uitdagen. Die willen het snel, die willen het ja. makkelijk. Dit bewijst dus dat dat dus niet zo is. Sterker nog, uh, de euforie rond die game komt vooral door het feit. Dat ga maar zoeken. Ja. En uh, mensen hebben opeens die daar maar. Eigenlijk, hey, fuck, dit, dit is gewoon leuk. Omdat bij, bij de Ubisoft games wel die, je weet exact wat er gaat gebeuren. Oké, okay, nou, nu ben ik hier ongeveer level dit. Nou, dat betekent dat het volgende dorp waar ik in ga, ja, daar zal een iets moeilijk mannetje staan. En, uh, en ook nu weer hè, de community die dan uh, opstaat, als het ware. Want in, in geen enkel uh, in, in geen enkele andere game dan in een From Software game is een community zo ontzettend uh, met elkaar begaan. Mm -hmm. In de zin van. Uh, elkaar uit de brand wil, he, willen helpen. Ook echt de amount of backseat gaming uh, tijdens mijn streams, weet je wel. Het is allemaal goed bedoeld. Weet ja, weet je jij maar jij wilde dat niet, hè? Zag ik bij Kevin nee. ook van ieder, De chat moest zijn mond houden. Nee, wat want zo... je wil gewoon dat natuurlijk helemaal <laughs> zelf ervaren. En zelf, je wil zelf uh, die, die, die verrassing uh, ja. ervaren, weet je wel. En, maar ik snap het wel. Mensen hebben ze, Ja, maar oe, ik heb dit al gehaald. Oh, je, je moet daar zijn. En, oh, je hebt dat item nodig om, om dat uh, weet je, te kunnen doen. Ik, ik begrijp dat wel. Maar ja, dat, dat tekent ook wel... De, de, de dedication van de From Software community. Ja. Eigenlijk, uh. Blijf, blijven dingen ook op dezelfde plek? Het is niet zoals als je opnieuw gaat spelen dat alles random weer nee, gewoon nee, nee, Het wordt gewoon wat moeilijker, maar goed, je kerk is wat sterker. Ja. Um, dus de uitdaging is het in verhouding. Um, nou ja, kijk, uh, dat is eigenlijk met iedere From Software game, New Game Plus, begin je met maximale flasks en uh, uh, alle spels. Uh, je hebt alle talisman uh, slots onlokt. Dus. Um, uh, in theorie vind ik het wat makkelijker beginnen. Omdat je de eerste keer dat je het speelde natuurlijk ook nog gewoon de basics moest leren. En je was alles aan het uh, uitzoeken. Je zit er gewoon veel meer in. Dus die New Game Plus ervaring vind ik altijd veel soepeler. Ja, maar is de damage input uh, bij, gaandeweg bij de grotere bazen uh, minder, minder hoog? Nee, nou ja, het is ook een beetje een combinatie van... Inmiddels weet je, weten we wat hele sterke combinaties zijn van spels. En hoe je dingen heel erg kan uitbouwen. Dus ik heb die tweede keer heb ik eindbazen wel echt opgeblazen. Okay. En de derde keer helemaal, want toen ben ik voor een magic uh, uh, beeld gegaan. Tweede keer uh, bleed. Um, en um, uh, ik ga nu weer terug naar een strength build, want ze hebben nu weer een nieuwe patch gedaan. Dus er zijn weer wat dingen die colossal weapons zijn gebufft. En um, ja, er is nog genoeg leuks te doen. Maar nee, ik vind het op zich makkelijker worden steeds, want je, ja, je hebt steeds meer. Um, ik zit even te kijken hoor, want... Uh, um de charme van deze game zit natuurlijk voor een heel groot gedeelte in die open wereld, weet je wel? Nou, daar hebben we het heel veel over gehad. Dit is open wereld, dit is, dit is echt een open wereld. Ik bedoel, dit, dit, je moet het echt gaan exploreren. Als je dat even eventjes weglaat, je gewoon even de battle, kijkt, het, het, het knokken tegen eindbazen en de gewone mensen, is dat op hetzelfde niveau als, laat ik dan maar even Bloodborne gebruiken, omdat dus, dat is toch eigenlijk de standaard, de, de beste game van From Software. Is het beter? Is het minder goed? inventief heb je nieuwe dingen gezien bij eindbaas ik van, hey, dat 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 heb ik nog niet eerder gezien persoonlijk uh, ligt de combat van uh, van Bloodborne mij net iets meer omdat ik het allemaal gewoon wat makkelijker onder onder de vingers zeg maar uh, had de, de 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 controls de de de, de aanvallen de de combinatie tussen uh, het gebruik van je linker en je rechter uh, wapen als je dat had, nee, wacht, je had, Nee, je had gewoon je wapen in twee handen? Of in, nee, één, hand. in één hand? Want jij kon hem ook uh, two-handen. Maar ja. je had natuurlijk je gun als uh, parry. Oh, je yeah, gun als parry, inderdaad. Nou, dat vond ik echt zo'n tof uh, ingenieus systeem. Uh, uh, ja, je, je kan. Want dat is eigenlijk het ding. Bloodborne uh, was één speelstijl uit de Dark Souls games. Uh, als basis genomen. -hmm. Om mensen een beetje uit die Turtle-speelstijl te trekken. Van met een schild ja. uh, rondlopen. En er zat één schild in de game met een caption erbij. Van ja, weet je, dit gebruik je eigenlijk niet. Echt een beetje als een knip ook van. dat je, deze game forceert je de, de snelle, zonder schild speelstijl van Dark Souls uh, te leren. En daar, daar was het geniaal in. Je heb het ook vervolgens toegepast op alle andere games. Ik hè, ook. Van want dat, dat vind ik wel leuk. Ik heb in, uh, in heel Elden Ring. weet je, ik gebruik geen shields. En mijn punt is meer. Je hebt al die verschillende speelstijlen. Um, en daarom vind ik uiteindelijk. weet je, Dark Souls uh, en Elden Ring. Ik vind Bloodborne geweldig, maar daarom speel ik deze uiteindelijk vaker, omdat er gewoon meer uh, variatie in zit en je kan mm -hmm. veel meer kanten op. Ja. Maar je kan een Bloodborne speelstijl doen, want je hebt letterlijk een Ash of War met Bloodhound Step. En uh, als jij een, een klein Perry Shield neemt en uh, nou ja, weet je, er zitten alle vergelijkbare wapens in en meer uit uh, Bloodborne, uh, ja, dan kan je gewoon een Bloodborne achtige gameplay opzoeken. True. Dus... Maar gewoon zoals de de, de, de combat was in Bloodborne in combinatie met de wat meer gekaderde wereld. Uh, met een hele sterke identiteit. Hè? De mix van het, 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 het Londense, uh, ja, Italiaanse. En, ja. en tegelijkertijd ook met de verschillende uh, vijanden. Dan weer de wat traditionele monsters. Dan weer de Harry Monsters. En dan op een gegeven moment meer die H.P. Lovecraftian uh, alien-esk achtige uh, creatures. ja Ik vond het echt gewoon... Uh, ik vond het gewoon werkelijk waar fantastisch. En ja, nog steeds Absoluut. Uh, reist bij mij die vraag van... maar welke vond ik nou uiteindelijk de betere van de twee? Want dat is de vraag die mij ook continu gesteld wordt. Ja. En skatebed er al over uit. Bloodborne of Elden Ring? Ik kan nog steeds het antwoord niet geven. Je vader neig... of je moeder? Ja, ik neig nog steeds wel naar Bloodborne. Maar Elden Ring heeft wel iets uh, heel bijzonders weer gedaan. hoor De, de combinatie van die... Van ja. die, die, oude, die, die grote open wereld, waarbij ik wel een aantal punten van kritiek heb. En ik weet dat een aantal mensen die, 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 uh, die, ja, die ken, uh, die kritiek ook wel delen. Het feit dat bijvoorbeeld bazen regelmatig gerehashed worden. Uh, uh, dat, dat doet een beetje af aan de impact van, van de bazen. Als je ze een eerste keer treft, ja, bijvoorbeeld ja, deze, ja. Uh, Margaret. dat uh, Margaret, is fucking gruwelijk. Maar als hij dan later in de game ook nog in een soort van uh, ja, variatie of gewoon ja, eigenlijk klopt. één op één terugkomt... Ja, dan kon je hem gewoon simpel tegen, hè? Ja, uh, gewoon maar, maar van buiten. Nou ja, omdat de, de, de ervaring... Dat is, dat is hoe ik het zie, hoor. Maar kijk, je hebt 90 plus bosses in de in, uh, game. En um, zeker als je geen New Game Plus uh, doet, je, je ziet hem één keer. En dit is een, een hele vette bossfight. En... Um, weet je, ik, daarom, daarom hoop ik ook, uh, en de verwachting is ook wel, want er gaat natuurlijk DLC komen, ik, ik zit al allemaal filmpjes te kijken over wat het <laughs> allemaal mogelijk gaat zijn, um, maar los van een nieuwe zone, weet je, een, een boss uh, rush mode, uh, zoals uit Sekiro, uh, ja, dat zit er waarschijnlijk ook wel aan te komen, ja. want het is super zonde dat je, um, ik bedoel, ik heb nu, um, ik zit nu in mijn vierde playthrough, dus sommige bosses die niet gerehashed worden, die heb ik maar één keer gezien, en ja, ze zijn zo mooi ontworpen dat het bijna zonde is. Um, dus weet je, kijk, er zijn bossen die, die vind je in iedere zone, weet je, die zitten er vijf keer in. Maar zoals een market dat die nog een keer wordt hergebruikt, ja, dat is maar de tweede keer dat je die bosfight nog een keer doet. Ja, maar die ene keer zou genoeg moeten zijn om het het epische gevoel mee te geven. En Jawel, maar de dat... tweede keer. Ik, ik bedoel, dat is gewoon, je komt het gewoon tegen als bos in de open wereld. Um, je krijgt er een, een, een itempje voor. Ja, maar het, is gewoon, het, is, het, is, het is gewoon een leuke extra. Als hij als hij als hij als hij als hij, ge, als hij gebest is, dan is hij dan is het zou het klaar moeten zijn. Ja, nou ja wat ik zeg, het is voor mij een functioneel iets. Ik vind dat uh, als je het, als je het misschien qua verhaal of als je het rationeel gaat bekijken van hoort hij daar te zijn. En het is dus niet dezelfde bos, want het is een soort van schim. Ervan. Ja. ja. Um, maar vind ik het leuk dat ik op dat moment daar word overvallen door een bos die ik als allereerste bos heb gehad. En uh, dat je ook ziet hoe makkelijk je daar nu, tenminste de meeste mensen dan waarschijnlijk uh, op dat moment in hun, in, in hun game, hoeveel makkelijker dat is en je krijgt weer een item en you're on your merry way. Weet je, ja, interessanter dan dat ik daar gewoon was langsgereden en er was niks gebeurd. Is het, is het de, mooist, de mooiste gemaakt? En heb ik niet over... over... De, 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 de graphics qua, want dit is PlayStation 5, PC en Bloodborne en al die andere games, natuurlijk veel later. Maar qua design, qua type vijanden, qua kastelen, qua, qua, qua omgeving. Uh, zijn ze hier echt het meest all-out in gegaan? Of vind je bijvoorbeeld de stijl die Bloodborne had, die anders was, maar nog vetter? Ja, esthetisch gezien spreekt Bloodborne mij iets meer aan. Okay. Uh, daar straalt een bepaalde magie van af. Uh, Moeilijk uit te leggen. Um, bij Elden Ring heb ik tegelijkertijd ook een beetje. Er zitten fantastisch oogende gebieden tussen. Maar er zitten ook gebieden tussen waarvan ik denk van. Hm, nou, daar had wel iets meer aandacht aan besteed mogen worden. Of ze hadden best wat kleiner gemaakt mogen worden. Wat? Nou, je... Want ik heb wel eens een stukje. Maar niet een gebied. Maar ik heb wel eens een stukje zoiets van. Nou, weet je, deze is een beetje uh, mat. was mm -hmm. sommige andere uh, stukken. Heel erg uh, indrukmaken grafisch. Ja. Um, Ondergronds vond ik het echt gewoon een lust voor het oog, bijvoorbeeld. Echt met die, met die soort van cosmetica of die, die, ja, die ja, ja, ja. kosmische hemel. Ik vond verder, weet je, um, uh, ja, Limgrave is uh, schitterend, gewoon maar mm -hmm. je bekend. Uh, Liornia vind ik echt. Hoe heet die? Rygal of zoiets, hoe heet dat ook alweer? Um, Wat? Het was op een gegeven moment Lendel, gewoon de Capital. Nee, het was niet de capital. Maar ik was... vind namelijk al die gebieden... Weet er, was, jij... er was één gebied waarvan ik dacht van... Nou, vind ik een beetje... In, ik wil niet zeggen in het niet vallen ten opzichte van andere gebieden... maar ja. maakt het wat minder indruk. De Weeping in... Peninsula. Ja. Maar dat is een subgebied van uh, Limgrave. Maar, ja, die vonk, maar dat komt ook omdat het grauw en regenachtig is... Die vond ik grafisch een beetje, daar, daar, daar zie ik wat meer dat matte. Mm -hmm. Maar ik vond al die andere gebieden, zeker met uh, uh, zeg maar, uh, het monotone... wat wordt gecreëerd met een hele felle kleur. Uh, want uh, uh, keelit, weet je, dan is alles rood. Mm -hmm. Dus de lucht is rood, de grond is rood, alles is rood. Ja. Leendel, alles is geel. Uh, Limgrave, alles is groen. Uh, Lurnia beetje groenblauw. Nou, laat ik het zo zeggen, in sommige gebieden heb ik me gewoon wat minder vermaakt dan in andere gebieden. Maar het design. Uh, ja, de Jesus Christ, Het is alweer een tijdje geleden. Maar het zal de level design maar. zijn. Maar het zal de, de, de vijanden die er rondliepen. Ik heb dat echt nauwelijks gehad, ah, namelijk. Ik, Want ik, er is wel, misschien hoor. een stukje of één fort of een dingetje. Maar alle main zones vond ik allemaal even vet. En ik, 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 ik zat ook te denken van wat vind ik nou het mooiste. En ja ik kom er niet heel makkelijk uit want weet je Kehlet heeft hier dit heeft zulke mooie stukken um, maar Lyurnia uh, vind ik ook even mooi uh, Leendel die Capital uh, maar ook daarbuiten, met al dat geel dat is ook visueel zo mooi de Helictree vind ik echt weet je, ja nou, oh. dat is echt weet je ja letterlijk adembenemend mooi op sommige stukken dat ik echt heb staan kijken dat ik zoiets van... ja, ff, dit uh, dus ik ben toch volledig met een je eens maar het is echt het is dat echt dat een klein door, maar doordat zo, zoveel gebieden zo ontzettend mooi zijn, worden, andere, worden sommige gebieden gewoon, ja, even iets minder of zo. Op de een of andere, omdat ze de standaard zo hoog hebben uh, uh, gezet, gelegd. Maar goed, ik bedoel, dat, dat is een beetje uh, nitpicking. Want... Ja. Jullie spelen hem allebei op de Playstation 5, toch? Nee, ja. ik heb op de PC gespeeld. Oké, okay, nou, qua Playstation 5 is natuurlijk nu bekend geworden... dat de v... VR... VR uh, ver... de uh, Refresh Rate. Ja, is dat voor jou weer iets dat je denkt van... Want ja. dat is natuurlijk altijd, hè? framerate moet bij From Software Games echt perfect zijn. En um, ja. gaat dat helpen om het nog de, de ervaring nog soepeler te maken? Um, absoluut, alhoewel... Ik heb echt ja, weinig problemen gehad met ja. performance op uh, de PlayStation 5. Ik heb geen last gehad van heftige frame drops of gekke dingen. Nou, mm -hmm. ik, op de, ik, op, ik op de laptop in het begin wel. Dat hebben we toen hier ja. bij de stream ook nog gemerkt. Tot jij ja. op een gegeven moment een paar dingen omzette. Precies. Toen... En toen uh, heeft het uh, ja, eigenlijk de 125 uur die volgden uh, in mijn uh, playthrough... nauwelijks nog de problemen geleid. Sommige gebieden... Als ik te paard was, dat dan even toch die frames vreemde, een beetje inkakte. Mm -hmm. Maar over het algemeen een, een pretty damn seamless experience verder. Ja, okay. ik heb ook weinig uh, problemen gehad. Maar, maar het, uh, laten we niet uh, wegkijken voor de vele problemen die vele andere mensen wel hadden. Hè? Want zo was ja. het dan ook wel weer. Ja, maar, maar nogmaals, het is, het is een beetje een gevoel. Maar als ik gewoon kijk naar die problemen en wat er allemaal is gebeurd... Vind ik het voor zo'n grote open wereld game vergeleken met andere releases? Zeker. Vind ik het zeker aan de onderkant zitten van technische problemen. En je kan, er, weet je, je kan het onder de loep leggen. Maar vergeleken met een GTA en een Witcher. En, en uh, nou ja, zeker een Cyberpunk, maar dat is een beetje een ongelukkig <laughs> voorbeeld. Maar voor zo'n grote open wereld game. die nog eens een keer groter is dan, dan al die andere. vind ik ja, het relatief ja. uh, best wel netjes gegaan uiteindelijk. Want het was ook allemaal best wel snel verholpen. Ja. Weet je, die, het, 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 het zwaartepunt zat echt in die eerste week, mm. en dan ook nog eens op de PC. Ja. En dat was al heel snel eigenlijk allemaal weg. Nou, je, je ziet bij sommige games, weet je, is na een, een nee, half jaar. Nee, nog nee, nee. Dat, dat doet FromSoftware eigenlijk wel goed. Dus Ik even vind, even vind sowieso op. de patches ook, uh, ja. wat um, bijvoorbeeld zo'n bleed build was, dus heel sterk. En met name Rivers of Blood. En ik was heel erg bang dat ze uh, ja, met een soort van bottenbijl overal in zouden gaan. Maar um, uh, nou, we zitten nu op 1-0, dus we hebben een paar patches gehad. En je ziet uh, nu wat hun plan van aanpak is om een beetje aan de balans te werken. En ik vind dat ze het super strak doen. Dus de dingen die heel sterk zijn, ja, misschien worden ze een beetje aangepast. Maar wat ze mm -hmm. vooral doen, is dat ze andere dingen sterker maken. Ja. Dus. Eigenlijk door andere dingen heel interessant te maken, trekken ze mensen weg bij de paar beelds of wapens mm. die een beetje dominant werden. Ja. En uh, ja, ik vind dat vind ik echt de, de beste aanpak. Weet je, niet alle shit die heel sterk is nerven, maar baf andere dingen. En dan mensen die raken toch wel weer uitgekeken. En dan ja. hoef je niet iedere keer alles helemaal plat te slaan, want dat, dat is echt... een idee dat heel erg, dan was iets goed. Ja. En dan kwam er een patch en dan was het gewoon kapot. Dan, dan ja. kon je dat wapen letterlijk weggooien. Ja. En dat, dat is ook niet de juiste aanpak. Want nee, nee, ik, ik was met Rivers of Blood... een heel sterk zwaard. Heb ik een playthrough gedaan in combinatie nog wel... met andere wapens die bij die beeld pasten. Maar omdat ik het... Het voelde zo goed ook. Weet je, dat was, het is echt een soort van... anime uh, katana met... vette bloedsplashes over het hele beeld. Ja. en En het was absoluut... Op zijn sterk, maar het was ook echt heel leuk om met te spelen. Dus als ja. ze dat helemaal kapot hadden gemaakt, ja, dat was ook super zonde. En ze pakken het echt wel netjes aan. Nou, denk ik. Ja. Um, ik denk dat jullie inmiddels dan wel genoeg hebben aangegeven hoe vet de game is. Jullie hebben hem allemaal uitgespeeld. Nou, jij hebt hem al voor de vierde keer ben je bezig. Nou ja, ik, ik, ik zie jou, uh, als het niet vandaag is, dan is het wel over een paar maanden het nog wel een keertje doen. Jawel, Over zo'n een anticlimax trouwens bij mij. Mijn eindbaas glitchte. Oh, dat hij stil blijft staan. Die deed niks meer. Die Aldenbeest. Uh, ja. ja, precies. Zo jammer. Zo teleurstelling was dat. Nou, nah, het is niet de beste bossfight... Nee, maar los daarvan wil ik wel het gevoel hebben. Van, weet je wel, uh, gewoon done. de final boss conqueror, als het ware. Gewoon overwinnen. En dus dan uh, moet je hem nog een keer spelen. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. En nee, waar ik me ik mee wil afsluiten is natuurlijk. Um, we hebben al twee keer bij Brievenmaandag een brief gehad van iemand. Die zei: ja, Ik ben, ben nu klaar met Elder Ring. En wat nu? Uh, de impact van deze game. Want ik vind dat echt verdomd interessant. Uh, uh, in, een, in een fase van de gamesindustrie die totaal in de war is. Uh, games is a service. Ja. Het moet me allemaal makkelijker. Komt er opeens een game? Uit. Uh, die gewoon behoorlijk moeilijk is. Die geen microtransactions sections heeft, volgens mij. Nee, zeker niet. Uh, geen Games as a services. Um, open wereld, maar dan ook echt totaal open. Uh, doe maar je ding. Alles wat mensen nu niet doen, doen zij wel. Ja. 15 miljoen, laten we even zeggen, 15 miljoen verkocht. Dit gaat richting de 20, misschien wel meer. En je ziet in één keer mensen aan de kluts kwijt. Van, oké, okay. ik dacht namelijk dat ik al twintig had gezien, maar oh, ja. uh, daar gaat hij echt wel naartoe. Maar misschien heb ik iets anders. Dit gezien, is de... gewoon uh, net als met GTA. Als iets goed is, ja. dan blijven mensen maar terugkomen, want er is gewoon, ja, mensen zijn de kluts kwijt in de gamesindustrie. Wat moeten we nou maken? Moeten we nou iets maken voor gamers? Moeten we iets maken voor casual game? Wat moet het, moet het games en servers en moet de Microsoft zien? Wat gaat er gebeuren? Denk jij dat een Ubisoft die met Valhalla alleen maar kritiek krijgt van die game is veel te groot. Ja, het gaat niet alleen over Ubisoft. Hè, nee, trouwens, nee, nee maar het, het zijn... ik vind het wel een mooi voorbeeld, omdat Valhalla ja, wordt absoluut. vooral uh, afgekomen Ik vind Valhalla echt wel een leuke game. Alleen, je ziet op een gegeven moment wordt het repetitief en gaan mensen zeggen het is veel te groot. Ik, ik ben er ook mee gestopt. Terwijl deze game nog veel groter is en mensen zijn, oh, ik heb er al 120 uur in zitten en wat is het leuk? Terwijl Ubisoft daar juist heeft op afge... afgezeken. Ja. Zie je bij From Software dat eigenlijk mensen willen dat het misschien wel 200 uur duurt. Gaat dit wat teweeg brengen? Gaan want het is best wel lastig. Want een game maken van zulke grote duurt vier jaar. Dus je kunt nu niet zeggen van. voor een game van volgend jaar. Oh, fuck. Nou, dan gaan we het even zo doen. Ik weet wat zeker dat we developers dit gaan doen. Want kijk wat. Um, uh, de Dark Souls serie heeft gedaan. Ja. We hebben het, het Souls-like genre. Mm -hmm. En um, dat heeft. Weet je, een boel ja, middelmatige games opgeleverd, maar ook hele vette games. Ja. Um, en die komen vaak ook gewoon van kleinere studio's. Kijk naar Mortal Shell. En, ja, uh, Dolmen komt er binnenkort aan, dus ook Souls Like. Ja, nee, er ja. zijn, er, er ja. zijn er heel veel en ze worden steeds beter. Mm -hmm. En ik denk ook dit: weet je, het, het is gewoon een simpel principe: weet je, laat de magie van het ontdekken van uh, de wereld aan uh, de gamer over. En ik bedoel, zij zijn ook niet de eerste die het deden, hoor. Want ik weet mm -hmm. nog wel, met The Witcher 2 had ik precies hetzelfde. Mm -hmm. Die, weet je, je moest ook een questlog lezen van waar moet ik naartoe? Want er was niet per se... En, en The Witcher 3 had Witcher-sense. En dat is natuurlijk, weet je, een beetje een, een cliché ding. Ja. En heel veel questmarkers. Uh, maar The Witcher 2, die was ook wat, wat, wat rauwer wat dat betreft. En dan moest je ook gewoon lezen van... Shit, ik heb deze quest open, waar moet ik naartoe? Want er is... Het staat niet aangegeven. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik moet gewoon lezen. Ik moet nadenken. En ik denk die zijwieltjes, wat voor game je ook maakt, die mogen eraf. Want weet je... Mogen die er allemaal af of mogen die er... Nee, die mogen er allemaal af. Vertrouw gewoon op de gamer. Weet je, ik bedoel... Een goed voorbeeld is Grand Turismo 7, die speelt nog steeds. Los van het feit dat het een goed voorbeeld is om duidelijk te maken hoe microtransactions je ja. beleving kapot kunnen maken. <laughs> want ik vind de game in basis... dat is een ander item, kunnen we het nog steeds uh, ook een keer over hebben. Ja. Maar dat soort dingen... Ja, insane. het is Het doet afbreuk aan je beleving. Um, maar los daarvan, er is nu... Uh, uh, een, uh, uh, een auto... die je kan downtunen... Mm -hmm. om heel makkelijk aan een race mee te doen. En dan, weet je, die super snel, Dus dan, dat is de beste credit farming manier... in de game momenteel. En weet je, de, de, de truc om hem onder die dat ding te krijgen, is je gear ratios op... en die, die luisteren op... weet je, drie decimalen achter de comma. En mensen hebben ontdekt... hoe dat werkt. Ja. En ze hebben het gepatcht... afgelopen maandag. En er is nu weer een trucje van als je deze... Ja, ja, ja. ja, ja. Doen, het maakt niet uit hoe absurd klein het is... als het in de game zit, mensen vinden het... Ja, maar dan en, dat en gamers zijn, nee, maar gamers, die ik, community ik. is zo hardcore. Maar dat je hoeft een, voor te de, allemaal. De, nee, precies. Maar dat is natuurlijk wel bij, uh, bij Elden Ring is het, is het samen uh, op een positieve manier uh, uitzoeken waar kan je dit krijgen, waar kan je dat vinden. Dus die, die terwijl het bij Gran Turismo juist, want ik sprak ook een jongen in de bioscoop die me aan, daarover aansprak, en die deed hetzelfde. Dat was meer uit de negatieve manier. Oké, okay, zij lopen ons te verneuken. Ja. Dan ga ik wel zoeken hoe ik ergens een glitch kan vinden of whatever, zodat ik hem weer. ook uh, als, kan, als er geen Microtransacties waren waar de gaming community nee. op zoek gegaan naar de beste manier maar om credits te farmen in Gran Turismo. Dat is wat dat is wat mensen kijk. Heb je de, de speedruns? Ga eens een keer een speedrun kijken van ja, ja, nee. onder de zes minuten. Het, het ja. is re, en dat is dan wel en die percent, dus met glitches en alles. Ja. maar die, die shit die ze ontdekken, en uh, het gaat helemaal nergens over. Nee. Weet je, de, maar ik vind dat een positieve manier. Dat vind ik heel erg leuk aan deze game. En dat is, dat is From echt Software is ook niet uh, koortsachtig dat aan het we wegpatchen. Nee, zeg maar. nee, nee, nee. nee, nee. Ze, ze embracen het als het ware gewoon. Ja, maar want... omdat ze snappen. Weet je, het is part of the fun. Ja. Weet je, en dat, dat, dat had ik destijds ook met, uh, met Nio. Weet je, het, het feit, en dat, dat gebeurt nu ook in uh, Elden Ring, dat je um, uh, met multipliers uh, allemaal hele gekke beelden kan maken. En mm -hmm. een, een one-shot ding. Het is fun. Weet je, mensen zijn zo gek op die game dat ze het tot in de puntjes gaan uitpluizen. Ja. Ze bedenken: van... oh shit, ze lezen heel goed dit. Als ik dit nou maar dit. Het wordt, weet je, theory crafting. En ze bedenken dingen. Maar wie is er dan? Het, dat het, is, het, is, het dat laat fun. mij wel een heel nietig men, mens voelen steeds. Maar het hoor. Is fun. Als ik gewoon die ene fucking blauwe laserstraal zo fucking Godric kapot zie maken binnen vijf seconden. Ja. Terwijl ik daar een hele avond op heb zitten ploeteren, weet je wel. Ja, maar dat is nu Ook plus, want die heb je niet in het begin. Ah, Oké. Okay. Dus weet je, dat zijn echt, maar dat, dat is juist leuk. Want. In het begin ben je aan het ploeteren en dat je voor je tweede uh, uh, playthrough bijvoorbeeld hele sterke combinaties kan gaan gebruiken omdat je hebt ontdekt van ja. dit is goed als ik hier en met deze talisman erbij die multiply hetzelfde en het stapelt allemaal op dus plus 10% damage plus 10 plus 20 en als ik dan die flask met dit plus 30. Maar je, je moet het maar weten hoor en, en ik bedoel zonder uh, de internetpagina's erop na te slaan en zo ja ik ken al die multipliers gewoon niet goed genoeg plus. Ik, ik, ik verdiep me ook echt niet goed genoeg in bepaalde talismans... en de, de functionaliteit en de multipliers en zo. Maar het hoeft ook niet. en nou, Het zorgt nee. er wel voor dat ik oh, elke keer weer gewoon die struggle... met veel plezier nog maar steeds induik. Maar nog steeds dat From Software de gamer het zelf uitzoekt. En, ja. en, en ja. ik denk dat ze ook wel snappen dat er, dat er een, 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 een kleine groep is van fanatics... die dat uitpuzzelen voor de mensen daaronder. En dat het ook alleen maar leuk is dat ze elkaar dat gaan gebruiken. Het zijn ook geen glitches. Het zijn waarschijnlijk dingen die ze ook zelf wel... Door het kijken of mensen dit gaan uitvinden. Het is emergent gameplay want sommige dingen zijn bedacht en sommige combinaties worden gemaakt die niet bedoeld zijn, maar die ontstaan vanuit het samenbrengen van al die elementen en die miljoenen gamers die gaan puzzelen. En weet je zij moeten er gewoon vanaf Maar wie is er dan zo bang? developers, want die denken dat Nee, ik vraag me dat dus echt serieus af als ik ook Ja, ja. Er is nu een hele geruchtenstroom dat dat software mogelijk door Sony, door Sony, Sony gaat het ja. Nou ja, dan uh, als ik dan even heel zakelijk kijk: uh, From Software is weer een onderdeel van een grote conglomeraat. Dan moeten ze het helemaal uitkopen, kost heel veel geld. Anyway. Kijk, het mooie denk ik, maar ik weet niet zeker van From Software is. Ik voel heel erg dat dit een, een developer is met developers die bepalen wat er gedaan wordt. En dat daar niet een of andere management boven zit die gaat zeggen: Ja, maar wacht even, ik, ik zie dat dit een hit is. Of ik zie dat dit, dit. is te moeilijk hoor. Ik wil toch liever dat het wat makkelijker wordt. Hè? De befaamde mag er ook niet een makkelijker remote in. Uh, dat zit er overal in en dat is. Ik weet bijna zeker dat het geen developers zijn, want developers zijn over het algemeen ook gamers, die willen dat hebben. Maar op een gegeven moment krijgen ze gewoon de opdracht sorry, maar er moet deze mode in. Er moet, moet de NFT's NFT gebouwd worden. En dat vind ik jammer. En, en denk jij nu dat... Um, want ik, ik, ik weet het feit wat je nu ziet is dat bij zoveel grote studio's, Blizzard, Ubisoft, EA, Activision, lopen goede mensen weg naar indie studio's. Denk ik dat ze het zat zijn om, om dingen te maken die niet vanuit hun eigen creativiteit komen, maar vanuit uh, 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 een opdracht, denk jij nu dat deze game Elden Ring ervoor zorgt dat er bij de EA's, de Activision, de, uh, de Ubisofts belletjes gaan rinkelen van: Oké, okay, ik en uh, om Grand Turismo terug te komen, ik snap het niet. Deze game, Grand Turismo 7, was goed genoeg. daar valt wat op aan te merken, maar het is een fantastisch goede race game. Absoluut om 15 tot 20 miljoen te verkopen. Even afgezien van het feit dat die PlayStation 5's niet waren geweest. Wat ze nu hebben gedaan is die game gewoon een enorme knaal gegeven waardoor ik denk echt een heleboel mensen iets hebben van oké okay, die patch zal wel goed zijn maar ik ben er klaar mee. Ik ga wel weet ik veel, ik ga de Xbox nemen, de Game Pass en ik ga lekker Forza spelen of Assetto Corsa weet ik wat. Ik snap dat niet. Want je wint er eigenlijk uiteindelijk niks mee. En Yamauchi was voor mij altijd een baas. Ja, want die ja, ja. deed dat soort dingen nooit. En dan denk ik kan me bijna niet voorstellen dat hij dat bedacht heeft. Nee, natuurlijk nee, niet. Andere discussie. Maar goed, denk jij dat... En dan wil ik me afsluiten. Elden Ring ervoor gaat zorgen... dat er over twee jaar meer van dit soort open wereld games komen... waarin je gewoon echt los wordt gelaten. Ja, ik denk dus dat zolang de higher-ups nog steeds in jaarlijkse cycles denken... Mm -hmm. we niet zo snel tegen... Uh, meer Souls-like games aan gaan lopen vanuit die andere grote publishers. IE okay. uh, nou, heeft het natuurlijk wel gedaan op zich met Star Wars. Uh, hoe heet die game van twee, drie jaar geleden? Uh, Fallen Order. Van, was uh, Jedi Fallen Order? Yeah, yeah. Ja, dat was ook een Souls-like game uiteindelijk. Dus, uh, die van Respawn. Die van Respawn, inderdaad, ja. Ja, yeah, yeah. ja. Dat was een allerartigste game. Uh, mm -hmm. een, een, gewoon een, 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 Ik vond die wel al wat meer gewoon ook met je redelijk makkelijk wegspelen. Ja, ik heb hem op de hoogste moeilijkheid. Ja, oké, okay, dan is het een ander verhaal. Dat was ja. een behoorlijke uitdaging moet ik zeggen. Absoluut. Uh, dus het kan wel. Mm -hmm. Zie ik het vaker gebeuren. Ik hoop het, maar ik verwacht het eerlijk gezegd niet. En, en denk je ook, want dat is nu. Wat gaat From Software hierna doen? Uh, denk jij dat ze nu dat ze nu vast zit hieraan, ook omdat jullie het eh, als fan gepest zijn? Core. Of dat ze juist ook weer rustig een Bloodborne-achtige, wat meer lineaire game ja, ze kunnen maken. We gaan gemakken. nu een, een, een Mac-Warrior-game maken, hun oude Armored Core-serie. Okay. Maar kijk, zeg nooit, nooit. Want maar je hebt natuurlijk wel een standaard gezet, hè? Absoluut. Dus dan gaan ze het hier weer mee vergelijken. Net zoals uh, de mensen van GTA 6. Ik, ik wens ze succes. <laughs> Ga ja. dat nog maar eens een keer nadoen. Nee, maar dit wordt echt weer wat anders. Want ja. een Armored Core-serie is een compleet ander type game. Maar en dat, dat vind je ook niet. Erg dat... nee, want armend ja. Core vond ik geweldig. Die heb ik ook vroeger gespeeld. Dus ik behalve ik hou heel erg van Japanse Max. Mm -hmm. uh, ja, het is het beste wat ze hadden kunnen doen. Uh, even compleet ja. iets anders. Gaat het weer. dan misschien de minst toegankelijke van het hele stel uh, worden. Ja, de, ja maar jaren. nu, want dat vind ik wel interessant. Kijk, met ieder nieuwe From Software games uh, worden nieuwe mensen bereikt. Die ontdekken van fuck, dit is zoveel toffer dan mm -hmm. al die andere meuk die allemaal op elkaar lijkt en ja. En ik wil om, om concreet jouw vraag te beantwoorden. Weet je, al zijn er maar een paar uh, developers. Kijk, sowieso op Indie-gebied. Weet je, op, op indie -gebied, weet je? Ja, ja. Uh, en dat de, de, de bedoel ik niet simpele kleine games, zoals een Blasphemous. En, maar kijk naar Mortal Shell. En mm -hmm. gewoon, weet je, ja, gewoon echt wel visueel leuke 3D-games. Ik denk dat er daar gaan dingen uit voortkomen. Um, en al zullen er een paar grote studio's zijn die misschien een keer een, een uh, of een publishers die een studio, een soort van Renegade Studio, een vrijkaartje geven van doen jullie dingen. Exact. Ja, We ja. willen dit succes ook. Hoe knows, weet je? Ja. Het, het, het zou mooi zijn als het eruit voorkomt. Ik, en ik hoop dat FromSoftware dit blijft doen. Want ik zou zeggen, zeg nooit, ik wou, ik, ik wou net al zeggen, zeg nooit nooit. Want ik dacht ook niet dat CD Projekt zo uit de gratie zou vallen. En iets kan nee. te groot worden. Blizzard. CD Project, ja, ja. weet je ik wil alles kan kapot. Ja. Um, dus ja, ik, ik, ik hoop dat From Software dat bespaard blijft en dat ze nog lange tijd, uh, wat je volgens hun eigen visie dit soort games blijven maken. Want ik denk dat ik denk dat ze eigenwijs genoeg zijn daar. Uh, ik hoop het echt van harte om dat ja. te kunnen blijven doen. Ja. Uh, duidelijk. Um, ja, volgens mij weten we nu ook wel wat jullie Game of the Year gaat worden. Er ja. kan niks meer. Nee, ja. Ja. Hele gekke dingen gebeuren. <laughs> <laughs> misschien God of War? Nou, nou. Nee, nee, nee. Nee. nee, nee, nee. Nee, en daar kijk ik heel erg naar uit. Ja. Maar dit is. Ja, nee. Elden Ring dus. Uh, nou, op vele verzoek. Nog een keer een diepe duik in uh, deze uh, fantastische game. Ik ben nog niet aan begonnen. Ik krijg ook heel veel vragen of Ik ga het wel doen. Doe ik, ik ben nog steeds een beetje geïntimideerd. Maar ik ga even op zoek naar dat filmpje goed. met die draak. Intimideerd. Filmpje met de draak en al dat soort dingen. We maken wel een checklist voor je. Precies, je, je gaat het proberen. Kom je er niet uit. Dan maak ik nee, een, een lijstje. Dat gaat allemaal goed. Moet ik wel even een paar dagen uh, da daarvoor uh, gaan nemen. Gaat goed komen.